Yo mensen, morgen Brabantse pijl. We gaan ons team dus even maken. We gaan Andreas Kroon Koopman maken. Dan hebben we nog Florian Vermeers, Arda Delie, Søren Krag Andersen, Kwiatkowski, Quinn Simmons, Nizzolo en Piet Allegaert. Dus dat betekent dat we 8 renders hebben voor de Brabantse pijl. Andreas Kroon was heel goed in Grand Prix Miguel Indurain, was heel goed in Catalonië. Dus daar heb ik wel echt vertrouwen in. Denk ik ook dat hij kan winnen. Dilly moet het normaal wel kan kunnen. Maar het is nog afwachten hoe Dilly en Vermeers reageren na toch wel een lastige Parijs-Roubaix. Waarin ze allebei, waarin vooral Dilly toch wel een beetje pech heeft gehad. En waarin Florian Vermeers ook heel sterke koers heeft gereden. Dan is nog afwachten. We hebben dus die 8 renners. Dus jullie door hebben, ik heb Ewan getransfereerd voor Andreas Kroon. Dan hebben we nog 1 transfer over. En die gaan we doen na de Brabantse pijl. Misschien voor de Amstel of misschien voor de Waalse pijl. Dat zien we nog allemaal. Ik heb een paar namen in mijn hoofd. Van Gils, Monique of Van Eetveld. 1 van die 3 wordt het. Ik ben aan het nadenken, wow, Van Gils is een beetje ziek geweest. Dus is nog afwachten wat hij gaat rijden. Ja, ciao, bye. Tot de volgende, later.